graag uw aandacht en applaus voor anesthesioloog bij het Antonius Ziekenhuis, Hinke de Lauw. Hinke, voordat we meteen heel diep die materie induiken, moeten we even wat meer uitleggen. Anesthesioloog, wat doet zo iemand? Ja, ik wil geen onwaarheden spreken. Ik ben nog geen anesthesioloog. Ik ben het al bijna, dus ik ben in de opleiding tot. En ik zit in de laatste fase van mijn opleiding. Dus maar in praktijk jaar. Betekent dat dus wel dat je gewoon in het ziekenhuis werkt? Ja, ja, zeker. Dus het is niet dat je in de laatste jaren in je boeken zit, maar... We worden altijd een beetje gezien als de eeuwige student. Als je dan zegt, ik ben nog steeds in opleiding, dan klinkt het net alsof je zeg maar, de hele dag in de boeken zit. En bier drinkt. En bier drinkt, ja precies. Zo probeer ik mijn dagen door te komen. Nee, we hebben eigenlijk een heel erg ouderwetse manier van opleiden. Ook heel leuk vind ik zelf. Een soort van meester-leerling-systeem eigenlijk. Dus wij, ja, het is een specialisatie die je doet nadat je geneeskunde hebt gedaan. Dus je bent dokter en dan op een gegeven moment kies je ervoor zeg maar, om te specialiseren. En dan doen wij dat 5 jaar lang op de werkvloer. En dan toch de vraag, wat doe je dan daar? Wat doet je anesthesioloog? Onze primaire taak is werken op de operatiekamers. En wat we in feite doen is zorgen dat de patiënt in goede conditie door de operatie heen komt. En dat is vooral onbewust? Ja, is zeker bij ons is dat vooral onbewust. En daar komt bij dat wij de vitale functies van de patiënt in stand houden, bewaken. En dan even voordat we het allemaal begrijpen? Dat wil zeggen dat je dus de bloedsomloop zeg maar, in stand houdt. We beademen patiënten. En we zorgen dat de gaswisseling in de longen goed is. Nou, dat soort dingen. En dat kan heel eenvoudig zijn en dat kan wat uitdagender zijn afhankelijk van de ingreep in de patiënt. Ja. En kan je dan vertellen hoe ziet... nog voor corona een normale werkdag bij het Antonius er voor jou dan uit? Als ik gewoon op elkaar werk, dan heb ik 2 operatiekamers die ik dan begeleid, waar ik anesthesie geef. We beginnen om 7:30 en dan bereiden we even kort voor. Maar ik heb vooraf heb de patiënten bekeken. En dan om 8:00 en net daarna dan gaan wij onze eerste patiënten inleiden, zoals we dat heten. Inleiden? Ja, we hebben natuurlijk allemaal... heel veel taal, zeg maar, specifiek allemaal jargon. Ja, daar ben ik voor, om het dan weer te vertalen. Ja, precies. Dus inleiden betekent gewoon dat je ze in slaap maakt. Ja. Niet ingewikkelder dan dat. En dan, soms moeten we patiënten opleiden. Dat wil zeggen dat we allemaal extra infusen plaatsen in hals en in slagaders. En dan, op het moment dat die chirurgie begint en het is allemaal oké, dan lopen we door naar de tweede operatiekamer. En Dan hebben ze jou niet meer nodig? Nee, dat blijft dan altijd een anesthesiemedewerker achter. Ah ja. Dus je hebt de ene anesthesiemedewerker, dat is overigens vrij specifiek aan de Nederlandse situatie. Dus je hebt een anesthesiemedewerker die is daar continu aanwezig. Zodat ik niet pronkelijk in één keer wakker word. Niet dat dat echt een groot risico is, maar... lijkt me niks. Nee, dat is ook niks. Dus nee, we dienen gewoon continu een soort onderhoudsanestheticum toe via de luchtwegen. En dat is heel makkelijk te monitoren. Dus je kan ook heel makkelijk meten zeg maar, hoe diep iemand in slaap is en tekenen van dat iemand te licht is. Ja. En dan ga jij dus ondertussen naar de volgende kamer. Ja. En dan hetzelfde. Ja, hetzelfde of heel iets anders. Dat ligt natuurlijk aan een beetje wat je doet. En dat gaat dan zo de hele tijd heen en weer. Maar we zijn eigenlijk aanwezig bij de risicomomenten. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus we doen dan 2 kamers en we hebben 2 anesthesiemedewerkers. Nu stel ik me zo voor dat in één keer... kwam die coronacrisis. Ja. Dat moeten jullie ook overvallen hebben. Zeker, ja. Betekent dat dus meer risicosituaties, harder aan de bak voor jou? Wat verandert er in het ziekenhuis? Ja, ik vind het ergens een lastig onderwerp om over te praten. En dat heeft te maken met dat er best wel een discrepantie is tussen het beeld wat er van ons heerst. Namelijk heroïs en een soort van maar oorlogsretoriek. En dat wij helemaal tot op het allerlaatste uitgeput waren. In de loopgraven. In de loopgraven, ja precies. En voorop in de strijd. En ik moet zeggen dat ik het vooraf ook wel een heel klein beetje zo ervoer. Maar de werkelijkheid was eigenlijk heel anders. En het was wel heel ingrijpend, moet ik wel zeggen. In de zin van, alles veranderde bij ons. Ineens stond het hele ziekenhuisleven stond helemaal in teken van corona. Het ging nergens anders meer over. Het hele ziekenhuis werd verbouwd. Dat ging allemaal heel erg rustig, vond ik, overigens. En gecoördineerd en
ook een hele goede sfeer. Dus best wel respect ook voor de TD die bijvoorbeeld ineens overal wandjes ging plaatsen om echt omsluiting te maken. TD Technische Dienst. Precies, ja. dank voor de vertaling, ja. En ook maar bijvoorbeeld OK, als die, de OK-zusters, die normaal gesproken zeg maar op OK werken. Ja, het hele OK-programma viel weg. Dus, en we hadden heel veel personeel extra nodig op de intensive care. Dat betekent ook dat wij daar weer meer gingen werken. Maar ook de OK-zusters, ja, ik mag ze eigenlijk niet zo noemen, maar dat is misschien makkelijker te begrijpen. Die gingen werken bij in de sluizen, zoals dat dan heet. Dus zeg maar, we hadden gewoon een afgedichte afdeling waar alle coronapatiënten lagen. En dan had je een in- en uitsluisprocedure waarbij je allemaal beschermende kleding aan moest doen, een heel stappenplan. En zij controleerden dat dan een keer, een soort van goedkeuringstempel, en dan mocht je naar binnen. Want jij liep daar ook in zo'n soort ruimtevaartpak. Ja. Met een skibril op. Ja, het zag er niet uit. Maar ja, precies. En waarom toch eventjes, want je zegt, ik wil, dus, er zijn wat misverstanden, ik wil dat beeld nuanceren. Wat was het dan toch gewoon business as usual uiteindelijk voor je? Ik denk wat specifiek voor ons. Ik denk voor het hele ziekenhuiswezen had het een hele grote impact. Zeker op de normale afdelingen. Ik als AIOS anesthesiologie, zoals ik officieel heet, als anesthesioloog, ik werkte al veel op de intensive care. Dus ik heb al heel veel ervaring, ik heb al ervaring opgedaan. Met het werken met heel erg zieke patiënten, met kritiek zieke patiënten, met mensen zien overlijden. En continu zeg maar op de grens zitten van ja, wat zinvolle zorg, niet meer zinvolle zorg. Dat lag heel erg in onze comfortzone eigenlijk. Dat is eigenlijk onze core business daar. Ja, daar was je bekend mee. Ja, ja zeker. Ja. En dit was wel anders. Dus we kregen ineens heel veel patiënten met hetzelfde. In plaats van dat we een heel divers palet hebben aan kritiek zieke patiënten, had je ineens allemaal mensen met hetzelfde. Heel erg anoniem ook. Ook onderling, omdat je elkaar niet meer herkent. Dus het voelde wel, ik voelde me wel ineens niet meer echt thuis of zo in mijn eigen ziekenhuis. Wel, ja, dat soort van praktisch daar woon. Ja. En dat was wel echt even wennen. Maar ja, zeg maar, het zien overlijden van patiënten, want er gingen er echt, met name in het begin, gingen er heel veel kwamen er te overlijden. Dat voelde ook al een beetje hopeloos. Daar waren wij al wel heel erg aan gewend. En wat heeft je, het was een onbekende ziekte, het is eigenlijk strikt genomen nog steeds behoorlijk onbekend. Ja. Waar ben je het meest van geschrokken in die eerste periode? Nou, kijk. Ik wil zelf ook intensivist worden, dus dat is dan weer een soort subspecialisatie van de anesthesioloog. En ik heb zelf een soort van kerngeloof, dat klinkt net ietsje zwaarder dan het is hoor, maar dat zeg maar, als je intensivist bent, dat je gewoon zo goed bent in het bewaken van vitale functies, dat je pas, en dat de patiënt pas overlijdt, eigenlijk als je denkt van nou oké, maar nu valt er ook niks meer te winnen. Dus dat je het eigenlijk helemaal in eigen hand hebt. En wat toch wel tegenviel, is hoe hard ze achteruit gingen en dat ze toch wel een beetje tussen je vingers doorglipten. Dus dat was wel pittig, ja. Anders, ja. Je noemt zelf al, het was anoniem, wij als collega's onderling, maar ook met je patiënten heb je natuurlijk nog minder band dan je normaal kan hebben. Die is... In jouw geval, ik weet niet hoe groot is de band die je kan hebben met een... Intensive care patiënt. Ja, ja, dan, daar gaat het dan over. Ja, dat is natuurlijk heel anders dan... Met heel veel patiënten zijn daar niet wakker. En als ze wakker zijn, dan zijn ze vaak toch wel dusdanig in de war... dat je daar wel niet een normaal contact mee hebt. Mensen zijn niet zichzelf daar, vaak. Dus dat is anders. Maar je hebt natuurlijk wel vaak veel contact met familie. En die zijn er ook veel, zeker als het slecht gaat. En dat was natuurlijk ook ineens helemaal niet meer mogelijk. Nee. Dus we hadden in het begin hebben we nog wel gehad dat dan er wel familie was bij de allereerste patiënten. En die dan zelf ook symptomen hadden. Dus ja, we kwamen er natuurlijk al vrij snel achter dat dat echt niet meer kon. Want dat was gewoon een veel te groot risico. Hoe werkt dat eigenlijk? Ik stel me, kijk, je zegt... Ik heb de ervaring mee, ik ben er bekend mee dat mensen komen te overlijden. Dus
misschien treedt daar gewenning in. Misschien treedt daar een harde schil op. Ik weet niet hoe het werkt. Maar krijgen jullie als medewerkers ook nog... Is er hulp voor jullie om die dingen te verwerken? Ja, ik vond een van de mooie dingen was dat, zeg maar, dat werd gewoon ongelooflijk goed voor ons gezorgd. Eigenlijk in alle aspecten. Er werden een soort hele pallets met eten kwamen er van buitenaf. We hebben een slush puppy machine hadden we op een gegeven moment in de koffiekamer staan en zo. Dat was natuurlijk allemaal heel erg ludiek. Daar heb ik ook heel erg om gelachen. Maar ja, het andere was dat er ook psychologische hulp kwam. Dat was voornamelijk voor de verpleging. Ik weet niet, ja, bij dokters wordt het toch altijd een beetje anders mee omgegaan of zo, denk ik. Maar door onze opleiders, want die heb ik nog, daar werd dat ook wel aangeboden. Ja. En ik heb het zelf allemaal heel goed doorstaan, moet ik zeggen. Ik weet wel van collega's dat die, als die patiënten gingen ophalen, zeg maar, van de afdeling, op het moment dat die mee moesten naar de intensive care, dat hebben ze wel eens heftig ervaren. Ook omdat het dan zo anders gaat. Hè. En er was natuurlijk ook veel aandacht voor in de media. Dus mensen wisten meer dat wat ze te wachten stond dan anders. En met het vooruitzicht dat ze aan de beademing moesten, werden mensen heel erg angstig van. En dan mochten ze nog een keer met familie bellen, ook in de wetenschap, dat ze daar ze niet meer zouden zien voor een hele lange tijd. Dus dat is dan een soort van intense afscheid wordt het dan. Ja. Als je daarnaast staat, is dat wel pittig. Ja, want ik begreep ook dat, nog los van de fysieke schade die iemand overhoudt aan de ziekte, dat zo'n verblijf op de IC ook nog tot een trauma op zichzelf kan leiden. Ja, absoluut. Dat is natuurlijk al iets wat best wel bekend is, ook van de intensive care. Ja, kijk, een langdurige opname van de intensive care, daar moet je gewoon eerlijk over zijn, daar kom je nooit onbeschadigd uit, op een of andere manier. En ja, er zijn natuurlijk wel voorbeelden waarbij je echt volledig weer op het oude niveau terugkomt, maar heel vaak is het door de aandoening, maar ook door de extra secundaire problemen die veelvuldig zijn op het moment dat je heel erg ziek bent, dan ben je ook heel erg bevattelijk voor nieuwe problemen, nieuwe infecties die er optreden. Maar ook psychologisch inderdaad. Het kan een hele angstige, eenzame tijd zijn. Ja. Daar hebben we ook wel aandacht voor, hoor. Dus we zijn heel erg laagdrempelig, zeg maar, in mensen, ja, wat wij dan noemen sederen. Toch om het een beetje te dempen, licht in slaap, een beetje een roesje geven, zeg maar, om die hele vervelende angst en spanning weg te nemen. Ja. Ook toch tot slot aan jou de vraag. Heb jij op persoonlijk vlak, of misschien professioneel, in de afgelopen weken iets opgedaan, een inzicht gehad, van je dacht, maar dat is wel iets wat ik hier in positieve zin aan over wil houden? Ja, ik heb natuurlijk even gehad om over deze vraag na te denken. Ik denk dat, misschien een beetje ontnuchterend hoor, maar mijn conclusie, als ik er zo over nadenk, dacht dat ik, en nu begint het weer een beetje te normaliseren in mijn leven, is dat ik eigenlijk gewoon heel blij ben met mijn leven. En ik ben ook gewoon heel blij dat het weer gewoon een beetje terugkomt, zeg maar, zoals het was. En ik krijg mijn ambities zoals ik die had weer helemaal terug. Ik ben daar wel heel erg tevreden. Ik vond het best wel ook wel een tijd waarin ineens heel veel tijd had, een lege agenda, er viel heel veel druk weg. Maar nu dat zo terugkomt, dan waardeer ik het toch ook wel heel erg. Je zegt ontnuchterend, maar volgens mij is het een heel fijne les, een heel fijn besef. Ja, het is niet echt iets nieuws misschien of zo. Dus. Dat was helemaal niet de eis. Oké. Ik wil je heel erg danken dat je inkijkje geeft in deze wereld. En ook, het geldt niet alleen voor relatietherapeuten, maar mochten mensen naderhand nog een vraag aan je hebben, dan sta je vast en zeker ter beschikking. Zeker, Kijk. Ja. Dan een groot applaus voor Hinke de Laat. Dank je wel. Dank je wel.